Boys, waar komen jullie halen? Jullie gaan het zwaar krijgen, want wij winnen. Is de derde keer dat je tegen mij zo doet, hè? Vrij trap voor hun. Goed gedaan, stop! In de FC Straatriek zijn we op zoek naar de grote helden van de kleine velden. Van deze aanvoerdersbannen zijn er in de hele wereld maar 5 gemaakt. De enige die deze banden mogen dragen zijn de Street Captains. Iedereen die lid is van FC Straat kan dit team uitdagen. En als jij als uitdagers weet te winnen, dan ben jij met jouw team de nieuwe Street Captains. Welkom bij de FC Straat League, oftewel de grote helden van de kleine velden. Dit zijn voor nu de Street Captains. Dus denk jij dat jij met jouw team de nieuwe Street Captains kan worden in de FC Straat League? Meld je dan snel aan via fcstraat.com. Ik laat de linkje in de beschrijving achter. En alleen als je lid bent maak je kans om uitgekozen te worden en mag jij je team samenstellen. De Street Captains worden is eervol, maar er zijn hele vette prijzen te winnen. Maar dat zie je later in deze video. Nu gaan we schakelen naar de Street Captains en ze komen uit Rotterdam. Yes, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het was een te gekke wedstrijd, een thriller. 10-9, de Street Captains zijn de Street Captains gebleven. Op dit moment zijn ze lekker aan het chillen, kalma kalma. Een beetje tafelvoetballen, een beetje tafeltennissen. En zometeen gaan we de nabeschouwing doen van de wedstrijd. En gaan we kijken wie de nieuwe uitdagers zijn. Safwan, jullie zijn nog steeds de Street Captains. Kan je wat vertellen over die wedstrijd, die zware wedstrijd tegen de boys uit Beverwijk? Hoe ging dat? Het was heel erg spannend, want eerst stonden wij 2-0 voor, toen stonden hun 5-2 voor, toen 7-5, en toen gingen ze naar 7-7 en toen 9-7 voor ons en 9-9 stond het. En toen had Taliro de winnende gemaakt als keeper. Toen ik de goal maakte, ging we meteen helemaal los, iedereen kwam op me af, was wel gewoon leuk. Alleen de wedstrijd was wel chaos ook, ik had een bloedneus natuurlijk. Een paar mooie acties ook, hè? Ja, maar het kon beter. We zijn kritisch. Moet wel. Ja? Ja. Ben je trots op je team? Dat wel. Ja, bij FC Straat zeg ik altijd, als je het beste uit jezelf wil halen, zijn er 3 dingen die je moet onthouden. Voeding, training, ontspanning. Jullie hebben hard gewerkt. Jullie hebben ook een beetje gerelaxed. Beetje tafeltennis, beetje tafelvoetbal. Nu is het tijd om goed te gaan eten en jezelf voor te bereiden. Want de volgende uitdagers zijn al op jullie aan het wachten. En ze komen uit Zeeland, Vlissingen om precies te zijn. En ik kan je zeggen, je gaat wel wat meemaken. Die zijn wel fel. Jullie waren de fellere tegen Beverwijk. Jullie hadden ook 2 overtredingen, ze hadden er geen 1. Ik denk dat je best wel een felle tegenstander kan meemaken straks. Ik begrijp wel dat je heel graag wil winnen, maar ik denk dat wij gaan winnen. Maak je borst maar nat, heb plezier, maar ik hoop wel dat we winnen en dat we de armbanden houden. Ik kijk uit naar een spannende wedstrijd, maar de winst is van ons, hoop ik. Maar doe wel jullie best en heb lol. Jullie gaan het zwaar krijgen, want wij winnen. Maar sorry, we gaan die wedstrijd winnen. Ik ben Zakaria. Ik ben middenvelder, mijn specialiteiten zijn passen en dribbelen. Mijn naam is Soufiane, mijn positie is verdediging en mijn specialiteiten zijn trucjes maken. Mijn naam is Andy, mijn positie is middenvelder en mijn specialiteiten zijn
pasen en dribbelen. Ik ben Liam, ik ben keeper en mijn specialiteiten zijn duiken. Hoi, ik ben Owen, ik ben verdediger of middenvelder en mijn specialiteit is pasen. Wij komen uit Vlissingen, dus op pleintje. Het ligt naast Vlissingen. Wij komen hier 4 keer, 3 keer per week, minimaal. En ik heb Andy gekozen, een van de betere spelers, omdat hij veel dingen kan. En Sofian ook trucjes, Liam ook duiken. En Owen pasen, schieten. En we gaan natuurlijk gewoon Vlissingen laten zien wie we zijn. We gaan hem trots maken. Boys, waar komen jullie halen? We gaan die avondbandjes gaan we oppikken en gaan we van door met de prijs. Als je lid bent van FC Straat, dan wil jij het beste uit jezelf halen. En hoe haal je het beste uit jezelf? Let op 3 dingen. Voeding, training, ontspanning. En als je lid bent, maak je kans dat jouw vraag hier beantwoord wordt. Zoals die ook van Diego. Diego stelde een vraag via fcstraat.com waarin hij zegt: hoe kan ik kalm blijven bij een vrije trap of een penalty? Nou, het belangrijkste is dat je vertrouwt op jouw trap. Je hebt niet voor niks zo hard geoefend. En als je alleen maar negatief denkt, bijvoorbeeld ik ga een penalty, ik hoop niet dat ik hem mis, dan ga je hem 9 van de 10 keer ook missen. Dus denk positief en daarom blijf je kalma. En dan een vraag van Milan. Milan vraagt: wanneer wordt het eerste toernooi georganiseerd? Nou Milan, dat is letterlijk als je naar deze video aan het kijken bent. De FC Straat League, oftewel de Champions League van de straten. De Street Captains. En alleen als je lid bent maak je kans om uitgekozen te worden als uitdagers. Doe je ding, ga helemaal los. Want voor je het weet ben jij misschien wel de klos. Ja toch, we gaan weer terug, want het is tijd voor de battle. De boys van de Intertoys, oftewel boys uit Vlissingen. Zaka, de aanvoerder. Zijn jullie ready? Sowieso. Waarom zijn jullie ready? We zijn er gewoon klaar voor om die aanvoederspan mee te nemen. Wow. Liam, je kijkt zenuwachtig. Ben ik niet. Gespannen? Beetje. Warme handen, je bent de keeper, hè? Ja. Soufiane, ga je skills laten zien? Sowieso. Wat is je favoriete skill? Enkelbreker, AK, ga enzovoort. Die ga jij ons laten zien in de wedstrijd? Ja. Serieus? Oké, je weet ook dat je zeg maar rendement moet hebben en zo, hè? Ja. Wauw, hey, ik hou wel van Yoga Bonito, gewoon, hey, toch? Een belangrijke wedstrijd, maar ook gewoon skills laten zien. Nu wil ik het ook zien ook. Andy van de Meijden. Ja, Andy, aparte naam, waar kom je vandaan? Kosovo, man. Dat is toch Balkan? Ja. Laat straks zien wat je met de bal kan. Owen. Hoi. My man. Ja, ik zie jou nu al genieten. Ja. Dat is belangrijk vandaag. We kunnen wel denken alleen maar aan winnen, maar genieten is ook mooi. Maar winnen is ook leuk. Hey. Wat vind je van deze locatie om hier te voetballen? Het is wel mooi. Dit heb je niet in Vlissingen? Nee, niet onder zo'n grote brug, maar... wel een andere goede plek. Oké, boys. We gaan nu even kijken naar de boodschap van de Street Captains naar jullie toe. Ik begrijp wel dat je heel graag wil winnen, maar ik denk dat wij gaan winnen. Maak je boys maar nat. De winst is van ons. Jullie gaan het zwaar krijgen, want wij winnen. We zijn ready, steady. Jongens, wij willen jullie heel veel succes toewensen. Maak Vlissingen trots. En zorg dat jullie de nieuwe Street Captains worden. Ja boys, het is matchday, oftewel de dag van de wedstrijd. Safwan, hebben jullie jezelf goed voorbereid? Ja, wij hebben er samen echt veel zin in. En ik denk wel dat het leuk gaat worden. En spannend. Hoe hebben jullie jezelf voorbereid dan? Gisteren gingen we trainen samen. Ja, en dat was het. Yes sir, kijk eens naar achteren. Kijk eens naar achteren. Oei. Ze zijn groot. Nou, wij zijn goed. Stijn, wat is jouw grote geheim voor vandaag? Alles geven. Heb je veel om te geven dan? Ja. Heb je nog een bloedneus? Nee, het is al over. Helemaal klaar? Ja. Safwan, ik moet zeggen, ze hebben jullie een beetje geanalyseerd en ze zeggen van, we kunnen ze wel makkelijk pakken. Makkelijk. We gaan het zo zien. Als we alles geven, we kunnen hun pakken. En ik denk wel dat we gaan winnen. En als je kleiner bent, wat moet je dan doen? Heel veel bewegen en heel veel pasen. Het is tijd om die band
om te gaan doen en jullie tegenstanders te laten zien waar jullie vandaan komen. Koud. Maar dan nog krijg ik het super warm. Boys, die wedstrijd gaat zo beginnen. Besef goed, hè, deze prijzen kunnen van jullie zijn. De Gamebox met schermen, PlayStation, FIFA. Maar nog belangrijker, jullie hebben heel veel fans, nu al, die fan zijn van jullie. Jullie willen de volgende aflevering weer hier zijn, of niet? Ja. Oké, maak jezelf klaar. De wedstrijd gaat zo beginnen. Come on, boys. Come on. Ik ben vandaag de scheidsrechter, maar de bedoeling is dat jullie zoveel mogelijk onderling oplossen. Dit zijn in ieder geval de regels. Team dat als eerste 10 goals maakt, heeft gewonnen. Bij 3 overtredingen geldt de shootout. Bij een uit- of achterbal mag je indribbelen en je mag ook onbeperkt wisselen. We gaan pispoten om te bepalen wie er met de bal mag beginnen. Schat ligt onder. En dat betekent dat de street captains zo meteen beginnen met de bal. Boys, luister goed. Iedereen wil graag winnen. Maar het is belangrijk dat we vandaag super chill zijn. Breng je hand naar je hart om te beloven dat we vandaag allemaal chill zijn voor elkaar. Yes, maak jezelf klaar. We gaan zo beginnen. Beide teams mogen trouwens een joker inzetten. Wat is de joker? Dan speel je 1 tegen 1. Je mag zelf bepalen wanneer je die joker inzet. Safwan, met welke bal gaan we spelen? Rood of geel? Geel. Oké, maak jezelf klaar. We gaan nu echt beginnen. 3, 2, 1, go! Oh, een mooie bal. Oeh, 1-0. 1-0 voor de uitdagers. Oh, 2-0. Super snel. We zijn pas een minuut onderweg, denk ik. Oh. En? Oh, grote kans voor de street captains. En hij mist. Hij belooft om een enkelbreker te doen. Terwijl de bal op de paal gaat. Oh, Safwan gaat altijd door. En op de paal. Oi, 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 oi. Stijn kijkt goed omhoog. Goeie bal, Moriba. Oh, en dan Jesse met het schot. Weer een redding. Oh, 3-0. Ik hoop dat de street captains de rust kunnen bewaren. Er is nog niks aan de hand. Net wanneer het leek dat de street captains zouden scoren, zetten de boys van Vlissingen. Oh, 4-0. Het staat 4-0, maar ze hebben wel gewoon kansen gekregen. Ze hebben hun kansen niet afgemaakt. Dat had ook zomaar 4-2 kunnen zijn. Hij heeft het niet gezien. Oh, en daar is de 4-1. Ze hebben eindelijk gescoord. Dit denkt heel veel zelfvertrouwen bij. Gaat dit voor de ommekeer zorgen? We gaan het zien. Ja, uit voor de street captains. Via Andy. De bal ging via Andy. Oh, naast. En Zaka. Oh. We gaan wisselen van helft. Het staat 5-1, maar bij straatvoetbal is alles mogelijk. Ze moeten gewoon hun kopje niet laten zakken. We gaan weer verder. Oh, een afstandsschot. Ik wou bijna zeggen, afstandsschoten hebben geen nut. Mooie actie, schot hem af op Owen. Owen heeft het, oh, yo. Bal bij de keeper. Dat was een handsbal, eerste overtreding gemaakt door de street captains. Bij 3 overtredingen geldt een shootout. Ja! 5-3. Dan Andy, de man van de rust. Mooie actie. En dan gaat hij schieten.
Oh, weer een redding van Liam. Rio. Hey. Yes, sir. Oh, mooie actie weer. Hey. Riba ligt te slapen. Oh. Stop. Twee overtredingen nu door de streetcap. Dus nog eentje, dan geldt de shootout. Oh, wat een redding weer. Riba, goeie redding. Schieten. Oh. Oh, wat een actie van Souf. 6-3. Riba gaat eruit. Jesser weer erin. En dan nu. Schieten. Oh, wat een redding weer van Liam. Dat is toch niet normaal wat hij vandaag laat zien. Ja. 6-4. De spanning is weer helemaal terug. Ik zei al, alles is mogelijk. Van Andy en dan. Oh! Het is een echte wedstrijd geworden. Oh, wat een redding! Oh! Dubbele redding van Taniro. Oei. En dan. Stijn. Oh! 6-5. Wisselen van helft. Let's go, boys. 6-5. Oh, Souf met een mooie shuffle. Speelt hem af. En dan, yes, sir. Wordt op zijn huid gezeten. Mooie voetenwerk van Jessen. Oh, dat is goed. En! Oh! 6-6. Voor het eerst komen de street captains op gelijke hoogte. Het is 6-6. Hoe die bij een bal zit. Oeh, goed gespeeld. Oh! Lange schot. Oeh, precies op de GoPro. Hier. Oh, wat een goal van Owen. 7-6, wat een goal van Owen met zijn hak. Tweede paal. Oh. Is de derde keer dat je het tegen mij zo doet, hè? Vrij trap voor hun. Oh, wat een redding van Liam. Pay Zaka. Oh, redding van Taliro. Ja. Oh. 8-6. Doelpuntenmaker Andy. En ze verwijderd om die ballen te dragen. En dan, oh, steek. En, oh, wat een redding van Andy. Die moesten ze scoren. Oh, de bal. Daarom niet in één keer. Goed gedaan, de zakken met z'n hak. Oh. 9-6. En de uitdagers willen nu de joker inzetten. Dat betekent 1 tegen 1 plus keeper. 9-6. Als hij nu scoort zijn de banden van Vlissingen. Doet met de shuffle. En een schot. Oh, joker voorbij. Bal uit. De boys van Vlissingen verwijderd van de banden. Oh, goede redding van Liam weer. Alles of niets voor de street captains nu. Ze moeten 4 goals maken. Ze hebben het eerder bewezen, maar kunnen ze het nu ook? Oh, 9-7. Wat een goal van Taliro. En dan, goed gedaan, Stijn. Oh, een wereldgoal. Wat een aanname. Met de bal. Stijn die gaat. En dan. Oh! 9-9! Wat gebeurt hier? Het is 9-9. Weer dezelfde scenario. Wel of geen joker. Joost, denk nou. Moriba zegt nee. Jesser zegt ja. Ze gaan toch de joker inzetten. Wie gaat spelen? Oké, bal bij mij. Jesser gaat aanvallen. Wie gaat er verdedigen? Go. De bal is uit en dat betekent aftrap voor de uitdager. Strijd. Alles of niet. Gaat schieten. Oh, gooit zich ervoor. En dan. Oh. Andy maakt de winnende goal. Vlissingen! Boys, wat een wedstrijd.
Je kan winnen, verliezen, gelijkspel bestaat niet hier in de FC Straat League. Safwan, neem ons mee. Wat is er allemaal gebeurd? We speelden goed, maar op het laatst schoot iemand tegen de keeper. Daarna rebound, daarna scoorde iemand erin. Kan je toch een beetje trots zijn op jullie zelf? Nee. Waarom een beetje. Ik ben echt trots op jullie. Ik snap dat het nu moeilijk is om te horen. Maar ik weet zeker dat iedereen die kijkt uit Rotterdam-Zuid denkt van hé, dit zijn echt strijders. Blijf vooral doorgaan. Ga niet je hoofd omlaag halen. Ik weet, je hebt misschien helemaal geen zin in met wat ik allemaal zeg. Maar bij voetbal win je of je leert. En ik hoop dus dat jullie hiervan hebben geleerd en dat jullie doorgaan met waar jullie mee bezig zijn. En dan nu het moment dat de banden worden gewisseld. Dit is pas echt respect. Dit is respect, jongens. Owen, jij wil nog wat zeggen naar je tegenstanders toe? Ja, hun hebben sowieso goed gespeeld. En sowieso respect dat ze nog zo waren teruggekomen. Maar mogen de beste winnen. En de volgende keer kunnen we misschien wel winnen. Wil je ze nou uitdagen? Begin, waar wacht je op? Linkje in de beschrijving. Leen wifi van je buurman. Toe, za.